De schrijversgroep 77 heeft gisteren Surinaamse schrijvers die deze maand jarig zijn geweest belicht. Daarnaast is ook de sterftedag van Anton de Kom herdacht. De Kom stierf op 24 april 1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was activist, schrijver, dichter, vrijheidsstrijder en verzetsheld. De jarige schrijvers zijn Bijiganga, Usha Marhee en Audrey Liao. De boeken van deze schrijvers zijn gisteren daarom ook met een speciale korting verkocht. Helga Vredesen, initiatiefnemer van het Anton de Komplein, vertelde over het leven van de Kom. Anton de Kom vertrok op 28 januari 1920 naar Nederland. Hij trad in dienst als vrijwilliger bij de militaire eenheid van de Huzaren. Na 4 jaar militaire dienst had hij er genoeg van en kwam hij terecht in het bedrijfsleven. Maar ook daar was hij bezig om arbeiders te mobiliseren, om ze te activeren, om ze bekend te maken met hun rechten en plichten. Geen wonder dat Anton de Kom ook nergens lang aan het werk bleef, want je begrijpt wel, als je bezig bent mensen aan te spreken als vakbondleider, dat dat niet graag gezien wordt door de kolonisator. Het gevolg hiervan was dat Anton de Kom geen werk meer had. Niemand wilde hem eigenlijk meer aan het werk hebben. En er kwam ook nog bij kijken dat hij dacht van, als dit het is, dan wil ik liever met mijn gezin teruggaan naar Suriname. Fredison benadrukte dat de Kom ook ontzettend geliefd was onder de contractarbeiders. Ook voor deze groep heeft hij gestreden. Anton kwam dus op voor de arbeiders. Maar het waren vooral de contractarbeiders die naar hem toe kwamen. Want die mensen, die werden eigenlijk, ze kregen een hongersnood. En die tijd was het ook een wereldcrisis. Dus die mensen die hier kwamen werken, de Javanen, de Hindustanen, die hadden het extra moeilijk. Nou, en dat was ook voor Anton de Kom reden om een adviesbureau op te zetten, op te richten, daar bij het huis aan de Anton de Komstraat. Nou, hij had het kunnen weten, want van heinde en verre kwamen de mensen naar hem toe om advies. En zijn advies was gratis. Helga Fredison gisteren in Tori Osso. De schrijversgroep 77 heeft jarige schrijvers van april in de schijnwerpers geplaatst. Daarnaast is ook de sterftedag van Anton de Kom herdacht.